kanaal van Kok-Bomhoff van 1818 schrijft hij dinsdag den 10e het eiland Tsushima. Wel dit vaarwater op vele plaatsen rotsig en vuil, draaikolken formeert waarvan één als gevaarlijk beschouwd wordt. Dan tussen de eilanden Nyaka aan stuur en Tsuma aan bakboord, elk met een redelijk dorp van die naam. Nou, hier zijn die eilanden, daar hebben we Nuwa. En dat is Tsuma. Maar het mooie is dat op de kaart van Engelbert Kämpfer, misschien om te draaien zonder dat hij in zee waait, daar staan die eilanden ook. Tsuma en Nuwa. Nou, dat was 1691. Dus dat is 308 jaar geleden. Dat is het landschap wat het minst verandert, de zee. Ja. Er komen nu draaikolken aan, volgens mij. Ja, ik zie inderdaad daar iets. Ja, waarachter. Inderdaad. Er is getijdenstroom tussen al die eilanden, vandaar dat het voortdurend omkeert. Je moet precies de uren van de dag weten. Dan gaat de stroom zo en op een ander tijdstip gaat hij in een omgekeerde richting. En die stroom is soms vrij snel en die passeert kennelijk onderwaterse bergen en vormt daar cyclonen, watercyclonen omheen. En dat zijn die... Hier is toch heel duidelijk. Heel glad, hè, de boom. Ja. Het is hier werkelijk schitterend. Nee, leuk, mijn weg. Weer een strandje daar. Ja. En dan zie je in de verte eilanden en daarachter weer eilanden en dan daarachter weer eilanden en zo gaat het maar door. Nog een gedicht uit de man Yoshu. De wind van Asuka, die al blazend de mouwen van de jonge vrouw omdraait. O, de hoofdstad is ver weg. Daarom is dat waaien nutteloos en zinloos. De hoefijzervormige haven van Tomo, waarvan de tempels werden bezichtigd en daarna, waar het eigenlijk om begonnen was, naar het theehuis. Kok-Bomhoff op hoefreis in 1818, die noteert: kwam in een theehuis waar ik ons gezelschap op Japanse kost en sake en speel- en dansmeisjes onthaalde. En wij tot 12 uren 's nachts verbleven, genietende hier in het bijzonder, zowel als overal, veel vrijheid. En gingen de heren met de tolk en onder banjoost in de Hoerenstraat de plezierhuizen bezien. Waar het bij de hofreizen om ging, is wel heel duidelijk. Alle plekken waar gestopt werd, werden theehuizen bezocht, zoals dat dan met een eufemisme heet. Jarenlang gelezen over deze plaats aan de Binnenzee, met legendarische namen als Mitagai, Tomo, Muro. Nooit heb ik vermoed dat ik ze nog eens met eigen ogen zou zien.
Volgens het journaal uit 1818 stonden er twee rode leeuwen, waarvan er één de rechtse twee puntjes op zijn kop had, om aan te duiden dat hij de baas was. Maar het zijn natuurlijk geen leeuwen, het zijn honden. Dat kon ook Blomhof niet weten. Maar voor mij is het wel een stommiteit. Die bewakers van tempels, dat zijn altijd honden. En hier, zoals in die andere, is een wit paard zichtbaar. Hij is duidelijk ook van het mannelijk geslacht. Het bit is denk ik niet antiek. Een beetje modern bit heeft hij daar. Met een touw. Niet in een schitterende verschijning. Niet het merkwaardigste van dit tempelcomplex, want er is nog iets veel zonderlingers. Namelijk een Krupp-kanon. Er staat ook op Fried Krupp, Actiongesellschaft Essen am Rhein, nummer 85. Het dateert uit de Eerste Wereldoorlog, toen Japan en Engeland bondgenoten waren tegen de Duitsers. En toen is er nog gevochten in Tsingtao. Daar waar nu dat bier vandaan komt, het Chinese bier. Dat was toen een Duitse concessie. Vandaar dat er nog bier gebrouwen wordt. En die is toen op de Duitsers veroverd. En dit kanon is hier naartoe gebracht als offergave. Wat ook de moeite waard is, is de voorgedrukte voorspellingen. Die worden op diverse plekken rond de tempel aangebracht. Ook in bosjes, boompjes en aan allerlei merkwaardige plaatsen gehangen. Met de bedoeling dat de goden ze daar vinden, lezen en ten uitvoer brengen. Thuis in Holland heb ik een kooikarper genaamd Augustus. Maar de Hollandse winters zijn zo koud voor hem. Karpers, hier is een bericht voor jullie uit het kille Holland. Nihon koishya, koishya, koishya. Wie 211 triljoen yen en 10 jaar de tijd heeft, kan een brug bouwen zoals deze. Hier ergens moet het eilandje zijn met het 1000 jaar oude graf van die soldaat. Als zijn vrouw het wist, zou ze kruiden voor hem plukken. Maar de kruiden in de heuvels, zijn die niet al lang verwelkt? Ik heb iets te volbrengen hier in Muro. Een
bedevaart naar de Jo-unji, naar een heilig graf. Hier is het beeld van Tomo Gimi, de vrouw die zoveel nieuwsgierigheid opwekte bij de verschillende Nederlanders die hier op de hofreis langs zijn gekomen. Zo schreef Meilan bijvoorbeeld, haar naam is Tomo Gani, dat klopt dus niet helemaal, en volgens het ons gegeven bericht zou zij een der beminnelijkste en schoonste vrouwen zijn geweest, welke nu ruim 300 jaar geleden het eerst in Japan op de gedachte gekomen is om van den wellust een openbare handel te maken en daarbij tot in een hoge ouderdom gelukkig en in overvloed leefde. In feite is ze uit de 12e eeuw. Haar graf is uit de 14e eeuw, dus er liggen nog 200 jaar tussen. Ze kwam hier nadat haar man gesneuveld was. En zoals ik het verhaal verteld gehoord heb, was het uit louter goedheid of ambitie dat zij tot dit bedrijf overging. Ze wilde er geen geld voor hebben. Toen, in diezelfde tijd, werd hier dit boeddhistisch klooster gesticht. Dat is dus omstreeks 1100 zoveel. En toen is zij toegetreden als non. En zo is zij bekend geworden als, en dat staat ook op haar graf, als de grondlegster van het eerbare beroep van prostituee. Meilan spreekt van laïs, maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. Het is niet precies hetzelfde als een Griekse hetaïra. Alle Nederlanders die hier langs kwamen waren door geïntrigeerd, ikzelf niet uitgezonderd. Dit is het graf van Tomogami, zoals het gezien is, hier staat Tomogami, zoals het gezien is door von Siebold op 8 maart 1826. Dat is op de dag af 101 jaar voor de geboorte van Ethel Portnoy. De aantrekkingskracht die dit graf heeft gehad op alle Nederlanders die hier langskwamen schuilt ongetwijfeld in de zonderloosheid die ervan uitgaat. En we hebben hier nog eens over gesproken in die tempel. En inderdaad kleeft hier aan geen enkel begrip van schuld of boete. Maar van iemand die goed deed en gelukkig was. En je zou haar kunnen noemen niet alleen la putain vraiment respectueuse, maar ook de kanon, de godin der barmhartigheid. Uit een reisjournaal van 177 jaar geleden. Verder ziet men aan die zijde een overdekt lokaal, daar verscheiden schilderijen van alle tijden pronken, door zekere personen aan deze tempels geschonken, waaronder een groot schilderij met twee Hollandse schepen in volle zee, door de compagnieskoeliemeester Jeski in het jaar 1804 al hiermede present gedaan. Een Japans tekenstuk, doch dat zeer aardig is.
Komen hier nog wel eens mensen? Niet vaak, denk ik. En Hollanders helemaal niet. Toch kun je hun voetstappen nog horen. Als je maar heel goed luistert. Zie, nu loop ik Siebold achterna, 173 jaar later. Dit was het huis van de priester. Siebold dronk hier thee. Ja, we zijn nu in Kamo-jinja. De plek die Siebold beschreven heeft als de mooiste plek in Japan die hij gezien had. Hij was hier op 8 maart 1826. En het is van een zo overweldigende schoonheid dat je toch één ding Siebold wel na moet geven, en dat is dat hij daar oog voor had. Nederlanders waren honderden jaren langs die diverse routes geweest en ze zeggen wel eens iets over hun esthetische bevindingen, maar niet veel. Of de kas klopte, dat was geloof ik een belangrijke overweging voor ze. Maar dit is werkelijk iets ongelooflijks. Speciale van geesten uit het verleden, dat je doorheen kijkt. De volledige hofstoet werd heel toepasselijk trein genoemd. Bij elkaar vaak meer dan 300 mensen, meer dan 100 paarden, kostte 50.000 riksdaalders. Een kolossaal bedrag in die tijd. Er zijn nooit ongelukken van enige betekenis geweest. Nogal opmerkelijk, want het traject door de bergen was hier en daar echt gevaarlijk. Het reisdoel was de ontvangst door de shogun in Edo. Niet de echte keizer, want die woonde hier in Kyoto. Hier werden gewoonlijk wel verschillende grote tempels bezocht.
Na Kyoto volgde de trein de beroemde Tokaido-route naar Edo, die al vaak is beschreven. Drie keer, voor zover bekend, is er iemand op de hoofdreis overleden. Het laatst in het jaar 1798, hier in Kakegawa. Hieronder rust het sterfelijke gedeelte van de weledel achtbare heer meester Gijsbert Hemmy. In zijn edelens leven opperkoopman en opperhoofd van de Japanse handel. Geboren den 16 juni 1747 en overleden den 8e dito anno 1798 en begraven de 9e juni 1798. Dat kerkhof is vrijwel verdwenen. Er loopt hier een verkeersweg. Ongetwijfeld zitten de graven daar de honden. En hierachter is een school met een kinderspeelplaats. Dus het graf ligt nu vlak aan de weg. En dat is heel anders dan toen. De Tokaido was aan weerszijden met pijnbomen beplant. Daarvan is hier en daar nog een klein stukje bewaard gebleven. Wel zorgvuldig geasfalteerd natuurlijk. En net als nu langs de snelweg had je er ook veel wegrestaurants. Meestal tevens huizen van plezier. De grote vondst van Akasaka is deze oude herberg. Een 300 jaar oud theehuis dat ook voorkomt op een prent van Hiroshige van de Tokaido. Als je die bekijkt, dan zie je daarop diverse jonge dames in alle kamers die bezig zijn met het zetten van thee en andere voorbereidingen om het de mensen aangenaam te maken. Een citaat uit het Hofreisjournaal: het regent te Akasaka, is hoogstwaarschijnlijk een eufemisme dat men er een dag aan vast wilde knopen hier, omdat het zo plezierig was. De muren hier hebben ongetwijfeld Nederlands horen spreken, maar vermoedelijk ook Nederlands horen zuchten. En er is wel een grote emotie aan verbonden om op diezelfde plek te zijn en te weten dat onze voorouders hier zijn geweest. Schuilend voor de regen. Nog eens Matsukaze. De muren staan sprakeloos en koud. In de wind klapperen de windels.
De weg ging hier soms ook langs het strand. Bij helder weer was dan wel eens de Fuji al te zien. Daarna ging het de bergen in, die van Hakone, met de hete bronnen en het meer. De Fusiberg, zoals de Hollanders hem noemden, was nu vlakbij, maar liet zich vaak wekenlang niet zien. Tenminste, niet zonder hulp van de tijdmachine. Of is de tijdmachine nu echt totaal los? De hofreis had ook ten doel de shogun de Fu Setsusho aan te bieden, het jaarrapport over de toestand in de buitenwereld. Maar de buitenwereld is nu ook al tot hier doorgedrongen. De laatste etappe van de reis begonnen in Nagasaki, zoals de Nederlanders die 300 jaar lang gereisd hebben. En die eindigde hier bij Nihonbashi. Dat is de brug in het centrum van Tokio, van waaruit alle afstanden worden berekend door het hele land. En nu is die oude stenen brug die is al bovenop de houten brug gekomen en bovenop de stenen brug is nu een betonnen brug gekomen. En zo wordt alles wat hier te zien was onder steeds verdere lagen bedekt. Je moet daar niet gering over denken wat de Nederlanders als enige hier zagen, eeuwenlang. Ze waren de enige die... Die vier mensen die die reis maakten, die waren de enigen die wisten hoe Tokio eruit zag.